Wim Hansom, pittige trainingsweek achter de rug. Hoe kijk je terug op deze week? Ja, ik denk dat inderdaad, we hebben heel veel getraind. Voor de conditie is dat goed. En jammer dat wij deze training kan niet kon afsluiten met een overwinning. Dat is zonde inderdaad. Jullie hebben veel getraind deze week. Waar lagen dan de accenten met name op? Nee, vooral de fysieke accent. Gewoon weer fit worden. Dus dat. Ja, een aantal nieuwe spelers ook in de selectie. Hoe gaat het met de afstemming daarmee? Nee, gaat goed. We leren elkaar beter kennen. Op het veld en ook buiten het veld. Dus dat is een trainingskamp heel goed voor. Ja, kun je eens vertellen hoe zo'n trainingskamp voor jullie de dagen dan uitzien? Ja, het is meestal 2 trainings per dag. Gewoon in de ochtend en in de middag. En voor de rest, ja, rusten op de kamer, verslapen en eten. Voor de rest is niet zoveel meer. Nee, is dan ook een mooi moment om kennis te maken met de nieuwe spelers? Ja, ook, tuurlijk. We hebben ook in de avond wat tijd samen een beetje kaart gespeeld. Dus voor de teambuilding is dat wel goed geweest. En dan vandaag de oefenpot tegen Preußen Münster. Hoe kijk je terug op die eerste helft? Jij deed de eerste helft mee. Ik denk dat was een moeilijke wedstrijd. Ik vond hun veel beter in alles eigenlijk. Je ziet dat hun gaf veel meer energie. Dus dat moeten wij verbeteren de komende weken. Ja, dat is natuurlijk een goede tegenstander, maar toch scoren jullie ook 2 keer de eerste helft. Ja. Nee, een vrije trap variant kan we noemen. Een goede goal van Jetro en dan een voorzet vanaf rechts. En Annas pakt de tweede bal op en scoort. Dus dat moeten we ook meenemen. Maar voor de rest, wat ik zei, deze week ging om fysiek beter worden. En voetballende kwaliteiten moeten ook beter. Ja, hoe gaat het met jezelf? Gaat beter, langzaam beter. Voel me niet helemaal, 100% natuurlijk. Maar dat komt. Heeft ook tijd nodig, toch? Je hebt er een tijdje voor. Ja, daarom is het een voorbereiding. Maar wat ik zei, elke week voelt beter. Ja, wat is jouw doel voor komend seizoen? Ja, voor mij is het. Ik wil weer belangrijk zijn voor het team. En dat wij wedstrijden gaan winnen. Ja, je bent ook een speler, je hebt natuurlijk geweldige statistieken gehad afgelopen seizoen, die natuurlijk in de gaten gehouden wordt, ook de tegenstanders. Is het dan voor jou echt een mooie uitdaging om daar nu te laten zien van, ik kan het ook in de Eredivisie laten zien? Ja, ik weet van mezelf dat ik het kan en ik wil het graag ook laten zien, dus zeker. Top, veel succes de komende week. Dankjewel.